drukte bij paaseieren zoeken bij de VSM. En paasvuurtraditie nu ook in Beekbergen. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Bij de start van het nieuwe stoomtreinseizoen werd gisteren, eerste paasdag, paaseieren zoeken voor de kinderen georganiseerd. Elko, ze gaan paaseieren zoeken hier bij de VSM. Voor de hoeveelste keer gebeurt het al? We rijden al jaren met paasdagen. Het is nu de tweede keer dat we het rit combineren met eieren zoeken. Op het station in Beekbergen en rond het treindepot werden ruim 80 eieren verstopt. Dat aantal is een gok, omdat van tevoren niet bekend is hoeveel kinderen mee zullen doen. Ik denk dat alle kinderen wel zullen gaan zoeken. Zeker de jongste kinderen, al niet geholpen door de ouders. Maar dat mag? Dat mag, tuurlijk. Maar hoeveel er op de trein zitten, daar heb ik momenteel even geen idee van. Dat zullen we zo zien. Je hebt die eieren echt overal verstopt, hè, over het hele gebied hier. Dus het duurt nog wel even voordat die kinderen al die eieren hebben gezocht en gevonden. Ja, de depotstop is 3 kwartier, dus we hebben ook even de tijd. En met een paar honderd reizigers zal het vrij snel gaan. Het is ook, zoeken is niet leuk als het in 2 minuten klaar is. Dus het moet ook een uitdaging zijn, ja. Ruim 200 bezoekers reden met de eerste treinrit mee en konden tijdens een lange tussenstop de paaseieren gaan zoeken. De kinderen werden verwelkomd door de paashaas en kregen een chocolade eitje. Niet ieder kind was blij om de paashaas te zien. Er werd driftig gezocht naar de verstopte eieren. Sommige eieren waren wel heel erg opvallend neergelegd. Als iemand nou de meeste eieren heeft gevonden, krijgt hij dan nog wat? Nou, het is niet de meeste of de minste. Voor alle kinderen die een ei hebben gevonden, kunnen zo meteen in de souvenirwinkel het ei inwisselen voor een klein presentje. En we hebben daar een kleurboek en een leesboek. Na een klein uur waren alle eieren gevonden en vertrokken de bezoekers naar Apeldoorn terug. Dankjewel. En nou word jij paashaas. Nu ga ik me omkleed op paashaas. Hoewel de meeste paasvuren in de Achterhoek plaatsvonden, werd deze paastraditie nu ook in Beekbergen gehouden. Op het parkeerterrein naast de boerderij lag een behoorlijke stapel snoeiafval, klaar om in vlammen op te gaan. Hoeveel ligt daar nu? Om erbij zeg maar 80, 85 kuub hout hebben wij ingezameld. Door de omgeving hier, gelukkig is dat weer gelukt, dat wij voldoende hout hebben gekregen. En daar zijn we hartstikke blij mee. Daar hebben we weer een hele mooie beeld van gemaakt, zoals je kan zien. Maar hoeveel man zijn jullie bezig geweest om, ik zie zelfs kerstbomen ertussen liggen, om dat bij elkaar te harken? We hebben gisteren met een kraan, hier bezig met de sorteergrijper. En wij hebben zelf vanuit de boerderij met een man of 7, 8 hebben wij de karretjes gelost. En de kraan heeft het netjes een compacte hoop van gemaakt. De organisatie wil van het paasvuur in Beekbergen een jaarlijks terugkerende traditie maken. Bij het eerste paasvuur, 3 jaar geleden, had de organisatie erg veel geluk. 3 jaar geleden zijn jullie voor het eerst begonnen met dit te gaan doen. Dit komt eigenlijk meer uit de Achterhoek vandaan. Is dat ook een beetje iemands achtergrond voor jullie? Nee, wij hebben daar een optie gedaan bij de gemeente of wij daar een vergunning voor kregen. En de gemeente die gaf ons een vergunning. En toen kwam er op vrijdag de code rood in heel Nederland. Toen mocht niemand branden. Toen hebben wij vrijdagavond naar de gemeente gebeld. En toen zegt de gemeente, maar jullie zitten in een bebouwde kom, jullie mogen branden. Dus wij hebben op zondag hier als enige in de omgeving een paasvuur aan kunnen steken. Ja. Dus, en dat was natuurlijk voor ons dan wel heel erg leuk en het was heel erg druk hier. Ja. Dus bewijst dat erop dat dit een soort traditie in Beekbergen gaat worden? Dit wordt een traditie in Beekbergen en die willen we graag nog jarenlang voorzetten. Slechts 2 brandblussers stonden paraat voor het geval dat. De brandweer zelf was niet bij het paasvuur aanwezig. Mocht het fout gaan is de brandweer bereid om er ook weer heen te komen. Het eerste jaar maar ze komen niet? Het eerste jaar hebben wij brandweer erbij gehad. De brandweer wou er graag bij zijn, omdat het de eerste keer was. Maar er gebeuren zo, hier gelukkig, zo relatief weinig kleine dingen. Dat we de brandweer niet meer daar. De brandweer hoeft niet meer te komen. Vorig jaar zouden ze er zijn, kregen ze uitdruk in Hoenderlo. Dat het paasvuur, die brandde daar helemaal af. Dus en nu hebben ze gezegd, we hoeven er niet meer bij te zijn. Rond 8:30 s'avonds werd op de eerste paasdag het paasvuur aangestoken. Naar schatting 500 mensen zagen hoe langzaam maar zeker de stapel snoeiafval in vlammen opging. Toch moest er nog een bladblazer aan te pas komen om het vuur over de hele stapel te verspreiden. Maar uiteindelijk fikte het paasvuur goed.
Ja.